Roderick is na zijn werk tot en met 10:30 uit mijn hoofd. En ik zit niet, nog niet heel lekker in mijn vel. Zit. Zitten. Goed zo, zitten. Hey, een hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag. Ik weet het niet eens welke datum het is. Oh, fout. Volgens mij de 15e. Nee, het is de 14. 14/12/2020. En ik doe mijn jas aan, want ik ga mijn liefstallige vriendje uitlaten. Bobby. Dus die zien jullie zometeen. Moest je nodig? Bobby, kom eens hier. Bobby, kom eens hier. Hi. Vriendje. Oh, wauw. Hé, kerel. Lekker, hè? Ben jij in het kapper geweest? Ja. Jij. Zie dan. Oh ja, poepie, piesie doen. Kom eens hier. Kom dan. Kom dan, Bobby. Hey. Hey, Arlo, kom eens hier. Cookie. Hey. Ga zitten. Bob, ga zitten. Ga zitten dan. Ga zitten. Ga zitten. Oh, wat ben jij mooi. Ja. Yay. Ha. Ben je lief, hè? Hey. Oh, ja, wow. Welke kant ga je op dan? Wow. Oh, en je hebt er zin in. Oké, ja, prima. Ja, prima. Hé, Bob. Ja, hè. Ja, nee. Daar was ik er weer. Daar waren we weer. Ja. Roderick is na zijn werk. Tot en met 10:30 uit mijn hoofd. En ik zit niet, nog niet heel lekker in mijn vel. Nope. En dan denk ik, maak een groepsapp aan. Met je hulpverleners. En dan krijg je gewoon een kak antwoord terug. Ja, bla 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 bla. Ik wil graag dat je mijn nummer verwijdert. Wie, what the fuck? Lekkere hulpverlening. Dus ja. Dus ik heb ook eigenlijk voor woensdag mijn afspraak afgezegd. Zoek dat maar lekker uit. Ik ben er even helemaal klaar mee. Hé, Bob! Dus ja, toen kreeg ik eventjes helemaal even een soort van inzinkingnutje. Dus ik wil even niet praten, even helemaal niks om me heen. Ik ben het huis uitgelopen, met sleutels, zonder telefoon. Dus ja, en vanochtend kreeg ik dus een pakketje. Ja, even een kerstswap. Die video heb ik ook al opgenomen, wel gelukkig samen met Ro. Want ja, toen ben ik gewoon weer lekker naar binnen gegaan. Toen heb ik Ro gebeld, maar hij had zoiets van, nou, dames, zoek vrouwtje. Maar de dames vonden het leuk om dus namelijk met Ro Klingendaal even in te gaan. Wauw. Gewoon Klingendaal, serieus? Wauw, oké. Okay. Met een blok gehad. Ja. Yeah. Dus ja, en nou loop ik dus als uitlaatservice voor mijn liefstallige aangenomen zus. En voor mijn aangenomen mama, mams. Eventjes mijn Bob lekker buiten. Waarom ook niet? Hè, Bob? Bobby, ben je mooi? Ja, hè? Ja. Ik spoor niet echt vandaag. Nee. Nee. Lekker een ventje. Ja. Ik ga niet nog helemaal rechtdoor. We gaan zo weer naar oma. Hé, hey, Bob. Je hebt er zin in, hè, met lopen? Zo. Ach ja. En dan wat ik zo meteen ga doen, dat is wat eten maken. En vlogs editen. En even kijken of ik het trek om gelijk 3 uur op Bigo te zitten. Ik denk het niet. Ik denk dat 1,5 uur al genoeg is voor me. Dus tot zometeen thuis. Nou ja, tot zometeen thuis. Nee. Even Bob nog in de vlog. Hè, vriend? Jij. Want hoe vaak kom jij nou in de vlog terecht? Kom eens hier. Hoi. Kom eens hier. Jij, je wil naar oma zeker, hè? Ja, je wil lekker naar oma. Hé. Hey. Kom eens dan. Krijg ik nog een knuffel van jou?
Nee, nee. Zeg maar, ik wil doorlopen. Ik heb haast. Hé, hey, koekoek. Toen kom je niet verder. Ik ben hier hoor, schat, de patat. Hé. Hey. Ja? Doe je ding hoor. Wachten, blijf. Goed zo. Keurig, goed zo. Kom hier. Hé. Hey. Nee, dat dacht ik al. Kom eens hier. Hier naast. Zitten. Zit. 1, 2. Zitten. Zit. Zitten. Goed zo, zitten. Goed zo. Hé, hey, ja. Goed zo. Keurig vent. Goed zo hoor. Ik ben trots op jou. Nou, hier ligt Lovely. Daar ligt Lady. Hier staat meneer Spido. Daar ligt Draki. En daar ligt die andere lieve schatje, patatje. En de kaasjes die staan achter de deur. Ja. Oh, wat lief ook weer. Ja, en wie heb ik aan de telefoon? Roderick, die op zijn werk zit. Jee. Handig. Hey, hoi, hallo. Jullie zijn er weer, dat is mooi. Nou, wat ik vandaag heb gedaan is eigenlijk bitter weinig. Echt heel weinig. Ik heb eventjes op Bigo gezeten. Bijna een uur of zo, bijna. 59 minuten of zo. En daarna heb ik de hele avond lekker op de bank gelegen. Goede Tijden gekeken, de Hunted gekeken. Ja. Een beetje met Ro liggen kletsen. Omdat hij dus op zijn werk was. Nou, dat hebben jullie mee kunnen krijgen. Een beetje. En de dames die lagen lekker bij me. Nou, Ro is al een tijdje weer terug. Hij is nu net de hondjes ervan het doen. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf je ook zeker op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan zie je mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Als ik het trek. Nou, doei doei. Dikke kussen op jullie snuit. Doei, tot morgen.